Met eieren kan je heel wat kanten uit in de keuken. Je kan ze koken, bakken of pocheren. Dankzij de volgende tips heb je die laatste techniek zo onder de knie. Eerst vullen we een kookpot met een bodempje water. Dat hoeft echt niet veel te zijn, zo kookt het water sneller. Terwijl we het water aan de kook brengen, halen we ons ei erbij. Als je eieren pocheert, neem je het best heel verse eieren. Daarvan is de eidooier nog dik en rond en het eiwit vast. Dat zie je meteen wanneer je elk ei apart breekt in een kommetje. Wanneer je ziet dat het water kookt, mag je het vuur lager zetten en wacht je tot er alleen nog kleine bubbeltjes te zien zijn. Nu laten we de eieren voorzichtig in het hete water glijden. Je kan dit ook doen met een pollepel waarin je eerst een ei breekt. Wij kiezen ervoor om meerdere eieren tegelijkertijd te pocheren. Maar je kan dit ook ei per ei doen. De eieren mogen nu 1 minuutje op een zacht vuur blijven staan. Daarna neem je de pot van het vuur en laat je de eieren 10 minuten rusten. Zo kan het eiwit mooi stollen, maar blijft de eidooier vloeibaar. Als je ziet dat het eiwit gestold is, haal je de gepocheerde eieren voorzichtig uit het water met een schuimspaan. Leg ze daarna op een stukje keukenpapier, zodat het overtollige vocht opgenomen wordt. Een gepocheerd ei is heel lekker bij het ontbijt of in combinatie met asperges. Smakelijk! Ontdek nog meer tips en lekkere recepten op onze website en volg ons ook op Facebook voor extra inspiratie.